Eerste klasse B. En in die eerste klasse B staat er een hele aardige derby op het programma. SV Den Hoorn tegen DHC. Nou, de mannen van DHC, van Rob de Lange, die verloren afgelopen weekend verdiend van BMT. Dus ja, moeten we daar toch wel wat goed gaan maken. En dat wil je zeker in zo'n derby, want dat speelt daar nu natuurlijk wel. Zeker. Aan de andere kant laat een derby zich nooit raden, hè, wat er gaat gebeuren. Het kan alle kanten op. Den Hoorn wil weer winst thuis pakken. En dat deden ze het overigens knap tegen een concurrent Rood-Wit om onderin weg te komen. Maar ze moeten nog wat punten pakken, want ze zijn nog steeds niet safe. Zoals je al zelf aangaf, DHC liep tegen een nederlaag op bij BMT. En moet die achterstand proberen in te halen. Want die koploper die dreigt nu wel weg te lopen. Dus bij een nederlaag zou het wel eens zo kunnen zijn dat ze hun focus moeten bijstellen. En zich misschien wel moeten focussen op een plek voor de nacompetitie. Zeker. Ja, en dan de Velo, dat speelt dan het Noordweg tegen Groeneweg. Nou, als je dan even kijkt naar de stand, dan is het eigenlijk voor Velo nu zaak om ook de punten te pakken. Want anders zijn ze hekkensluiter. Het is een duel, heel gechargeerd gezegd, tussen de lam en de blinden. Want de blinden in dit geval heeft hij 2 punten minder als Velo. Velo, bij winst kan je ervan uitgaan dat ze op een PD-plek komen. Ja, en als ze daar echt blij mee zijn om na afloop van de reguliere competitie nog een paar wedstrijden te spelen voor behoud. Wat eigenlijk nergens meer om gaat, gezien de switch die ze maken van de zondag naar de zaterdag. Dat vraag ik me af. Ja, Groenendaal ook een zwakke broeder op dit moment. Dus ik denk dat Velo komende zondag gewoon 3 punten gaat pakken. Het zou ook een keer verdiend zijn in de thuiswedstrijd. Dat hebben we een paar keer net naast gevist. Ja. Goed, BMT. Afgelopen zondag een goede overwinning thuis tegen DHC. Gaat nu uit naar CV de Zwervers. Nou, dan zou ik zeggen van het trainersduur. Jongens, laat het ook eens buitenshuis zien. Ja, pak door, zou je zeggen inderdaad. Want thuis zijn ze in de regel moeilijk te kloppen met die achterban daar. Knappe winst op DHC, 4-2. Zwervers, tegenstander aankomend weekend, pakte afgelopen week ook een knap punt tegen de nummer 3, VOC. Dus dat wordt sowieso al geen makkie, geen walkover, want ze zijn bovendien ook nog niet veilig. Dus die hebben nog grote belang om voor te spelen. Maar ik voorspel toch een nipte winst voor BMT. Goed, en bekend is dat John de Wit daar weggaat. En officieel nu bekend dat Arie van der Pat heeft getekend dat hij volgend seizoen alleen als hoofdtrainer verder gaat bij de club FUK. Doet het als debutant uitstekend. We gaan even nu kijken, Mark Moen met zijn mannen. Een lastige clip om te omzeilen komende zondag, GLZ Delfshaven. Altijd heel lastig daar in Rotterdam. Ploeg die op dit moment de 6e positie neemt. FUK staat dan derde op dit moment met 32 punten uit 16 wedstrijden. Ze zijn ook nummer 1 in de tweede periode, waar nog 1 wedstrijd te gaan is. Maar Moerse Boys, die heeft 2 punten minder, heeft nog een wedstrijd minder in te halen, zeg maar. Dus dat betreft de FUK het niet meer in eigen hand. Maar als debutant doen ze natuurlijk geweldig. Zeker. Dus ik neem aan dat ook komende zondag ze weer een prestatie neer gaat zetten. En ik schat ze toch zeker in staat om daar 3 punten te gaan pakken.